ook weer heel lokaal hier in de DNA zat Richard van Front du Vertoe, Richard 23. En die vroeg of ik mee wou doen met een dansproject dat hij samen met Al Jorgensen wou opzetten. En dat is dan uiteindelijk Revolting Cox geworden eigenlijk. En, maar ik ben samen met hem naar Chicago getrokken. Front du Vertoe had net een tour gedaan in Amerika en was daar wild enthousiast van en over. En daarna heeft Al Jorgensen dus dat dansproject opgezet. En dat ging maar 1/12 inch zijn. En ik moest om de 2 weken naar huis schrijven van ja, ik blijf nog even. En dan ben ik 3 maanden later naar huis gekomen. Want we gingen maar voor 2 weken eigenlijk, zeg maar, of zo. Typisch. Maar dat is het begin van Revolting Cox in 1985 of zo geweest. Ja. Ze hebben zelfs net een nieuw album. En in 2006 heb ik nog een ganse Amerikaanse tour meegedaan van 60 optredens. In gans Noord-Amerika, Canada en Amerika. Maar nu is er een andere bezetting voor het nieuwe album. En die komen ook van de zomer een paar optredens doen, maar ik denk niet in België. En daar doe ik dan ook weer mee als guest appearance. En eens Revolting Cox, altijd Revolting Cox. Je kunt daar niet uitstappen eigenlijk. Dat is zo een levensvisie. Toen mijn zoon geboren is, was er een tour van Revolting Cox en ik kon daar niet aan meedoen omdat ik moest bij mijn vrouw zijn omdat mijn zoon geboren werd. En dan heeft Trent Reznor mij vervangen voor die tour. En, ik ken Trent Reznor al jaren eigenlijk. Dus hij hing ook in die Chicago scene rond. Daar waren veel mensen die daarbij waren. En zo van. Maar dat was het heel begin van Nine Inch Nails. Want de mensen die de video's maakten voor Revolting Cox waren dezelfde als die voor Nine Inch Nails. Dus dat was zo. We kenden elkaar allemaal.